Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. In deze video wil ik het even hebben over de vorige video. Namelijk dat de nieuwe Thunder Kings ook verboden zullen zijn. Dat ging toen de tijd alleen maar over de Trueno Del Rey van Catan. Alleen nu, wat ik al voorspelde in die video, zijn er dus meerdere Thunder Kings ook afgekeurd. Komen we zo meteen op. Allereerst wat ik jullie wil vertellen, jongens, is dat wij een nieuwe drop hebben van de PTD-torch. We hebben natuurlijk allemaal die grotere aanstekers. Maar voor de mensen die houden van wat kleiners, hebben we nu ook deze. Dus de gewone normale torch met de PTD logo erop. Werkt gelijk, je ziet het al. Valt nu te bestellen, jongens, op pyroteamdelft.nl. Maar ik moet zeggen, helaas waren ze laat aangekomen bij ons. We wilden ze al eerder lanceren. Alleen waren ze gewoon te laat aangekomen. Mocht je hem nu nog willen bestellen, zou ik dat zeker doen. Want als je hem nu bestelt, heb je hem zeker voor oud en nieuw nog in huis. En ik wil iedereen even een vrolijke kerst wensen. Geniet er allemaal massaal van, want voor je het weet hebben we het vuurwerk al gewoon in huis. En ik besefte me eigenlijk net pas dat over een week gewoon alles al voorbij is. Is het al gewoon januari, dus de tijd vliegt als een gek. Geniet er daarom massaal van, want voor je het weet is het voorbij. En ik vraag me af of dit misschien wel het laatste jaar zal zijn dat het allemaal gewoon legaal is. Laten we even komen op het punt waar deze video om gaat draaien. En dat is namelijk dat de nieuwe Thunder Kings zijn verboden. In de vorige video heb ik dat uitgelegd. Toen was het nieuws er dat de eerste Thunder Kings, namelijk die Trueno Del Rey, verboden zouden zijn. Was natuurlijk bizarre bullshit, maar ze waren dus verboden omdat er te weinig licht zat bij de knal. Die waren toen eruit gehaald. Toen zeiden heel veel mensen tegen mij dat gaat specifiek om het product Trueno Del Rey, omdat die gewoon niet goed waren. Maar ik heb gewoon het idee dat ze daar gewoon een klopjacht aan het houden waren op de nieuwe Thunder Kings. En dat dat dan een maas in de wet zou zijn. En dat ze nu pas de inspectie wakker is geworden van, hey, ze gaan echt Thunder Kings verkopen. En dat was niet de bedoeling, want die waren verboden, weet je wel. Ik heb ook namelijk laten zien dat die Catan Scream, ja, die zijn dus wel goedgekeurd, maar dat zijn hele goede knallers. Er zit eigenlijk alleen maar gewoon een luchthuiler bij aangeplakt. Ik kan wel even een foto laten zien. Ik heb ze namelijk echt in de bunker mogen zien. En dit is gewoon eigenlijk een normale Thunder King, maar dan met een luchthuiler er aan de zijkant opgeplakt. En dan gaat eerst dat luchthuilertje gaat dan af op de grond. En daarna de knal in de lucht. Die mogen dus vooralsnog wel gewoon. Maar die Trueno Del Rey zijn afgekeurd. En nu dus ook de Cool Bastards 2.0. Ik weet dat in de vorige video daar heel veel vragen over waren van, hey, en de Cool Bastards dan 2.0? Die zijn dus ook verboden, helaas. En die waren gewoon heel erg goed, want iedereen die had die ook besteld. Soms werd die ook gewoon aangeboden als vervanger, maar helaas is die dus ook verboden. Ik neem jullie nu even mee naar de site, jongens. Een artikel van RTL Nieuws, deze was laatst geplaatst. En het is namelijk een partij van 134.000 kilo vuurwerk die eigenlijk bedoeld was voor de consumentenmarkt, mag hier toch niet worden verkocht. Nou, dat gaat dus om de Trueno Del Rey in dit geval. Wat ik wel apart hier aan vind, laat ik maar even in beeld zien, is namelijk dat de importeur die moet binnen een week alles terughalen. Dus alles wat al aan de winkelier was uitgeleverd, moeten ze binnen een week terughalen. En anders moet hij een dwangsom betalen van 1,6 miljoen euro. We hebben het nu even over Catan, want daar gaat het om, die Trueno Del Rey. Maar alles was dus al bij de winkeliers geplaatst, weet je wel. Al die bunkers waren al vol en het is te bizar voor woorden dat dat ineens binnen een week moet. Want anders moet je dus 1,6 miljoen euro betalen. Te bizar voor woorden, want ze hadden deze inspectie ook al eerder kunnen doen. Ze hadden hem ook al in 2020 kunnen doen of 2021. Ja, als je het mij vraagt, is dit gewoon het treiteren van de vuurwerkhandelaar. En hierdoor stoppen er ook een hele hoop natuurlijk. Ik bedoel, van als er zo'n lokale fietsenhandelaar gewoon vuurwerk verkoopt om nog even een hoge omzet te halen elk jaar. En die krijgt met zulke dingen te maken. Nou, dan is het op een gegeven moment ook niet meer de moeite waard om gewoon je vuurwerk te verkopen. En nu gaat het dus specifiek om de Cool Bastards. Ik had zelf gedacht dat er misschien wel meer verboden zou worden. Bijvoorbeeld de Catan Scream, omdat er gewoon een luchthuiler opgeplakt zit. Dat is gelukkig niet het geval, dus er gaan wel gewoon echt Thunder Kings verkocht worden dit jaar. Niet Echo Shot zoals we ze kennen, maar ze gaan dus wel verkocht worden. En ik had eigenlijk verwacht dat de inspectie alles onder de loep zou nemen. Maar gelukkig is daar denk ik te weinig tijd voor. Alleen nu dus ook de Cool Bastards die er dus uit zijn. Ik zag dat de vuurwerkhal bij ons in Rijswijk een alternatief biedt, namelijk, en dan moet ik even kijken, je hebt een aantal keuzes die je kan doen. Andere Thunder Kings en of geld terug. Dus alle winkeliers moeten nu heel erg creatief na gaan denken om
de koper eigenlijk hun geld niet terug te geven. Want dat is gewoon pure verlies natuurlijk. Terwijl er natuurlijk wel belasting over betaald is en ingecalculeerd in de verkopen. Dus dat is zeer triest. Maar dit biedt vuurwerkhal dus aan als alternatief. En ik vraag me dus af, deze zijn sowieso volgend jaar eruit. Ik bedoel, al het vuurwerk wat kan omvallen, gaat er dus uit. En de Tunnekings dus ook, want die kunnen omvallen. Dus dit is het enige jaar dat de Tunnekings gewoon nog legaal mochten. Daarom denk ik bij mezelf, van, ja, als die inspectie gewoon even gewoon dit had gedaan en alle winkeliers lekker hun winst hadden laten draaien, volgend jaar alles eruit, prima. Maar dat doen ze dus niet, ze pesten dus echt die winkeliers. Laat even weten in de reacties of jullie de Cool Bastards ook besteld hadden. Ik ben heel erg benieuwd, ik denk het wel. Want in de vorige video hadden heel veel mensen daar een opmerking over geplaatst. Dat ze die ook besteld hebben en of die ook verboden zal zijn. Ik denk dus dat het wel eens het laatste jaar kan zijn dat vuurwerk niet verboden is. Je ziet het al natuurlijk met voetbal. We hebben de afgelopen 3 jaar geen vuurwerk kunnen kopen. Maar ook niet bijvoorbeeld voetbalwedstrijden kunnen bezoeken en dat soort dingen. Nu weer wel natuurlijk. Alleen je ziet het in de voetballerij ook terug dat er heel veel rellen zijn, raddraaiers. En dat komt natuurlijk omdat mensen gewoon hun uitlaatklep niet hebben kunnen gebruiken de afgelopen 2-3 jaar. Dat geldt dus ook voor vuurwerk. Ik verwacht dat er echt records gesneuveld zullen worden. En ja, dat rekent zich dan door in het eventuele relschoppen en schade die overal ontstaat. Dat gaat ook gebeuren. Dus ik wil hierbij even de oproep doen aan iedereen die deze video kijkt. Ga goed met vuurwerk om. En zien jullie dat bijvoorbeeld vrienden of mensen in jullie omgeving ook slecht omgaat met vuurwerk, spreek ze erop aan. Want daarmee voorkom je misschien wel gewoon even net dat stukje schade bij, of letsel zelfs. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Ondanks dat ik denk dat de mensen die de video's kijken niet zorgen voor de ellende, wil ik die oproep toch doen om misschien het een of ander te voorkomen. Ik denk namelijk dat er maar zo'n klein handje mensen is die zorgen voor de ellende. En dat zijn voornamelijk ook de mensen die zorgen voor de ellende bij voetbalwedstrijden of met alcoholgebruik of wat dan ook. Dat heeft niks te maken met vuurwerk, maar dat is gewoon een groep mensen die gewoon houdt van relschoppen, van slopen en dat soort dingen. Dus hierbij de oproep, want ik denk dat het laatste jaar zal zijn. En dat is namelijk omdat de afgelopen 2 jaren hebben ze nog kunnen zeggen, ja kijk eens, die cijfers zijn omlaag. En goed omlaag ook gegaan, omdat er natuurlijk geen vuurwerk verkocht mocht worden. Alleen dit jaar gaat alle records zullen gesneuveld worden. Maar ook op het gebied van spoedeisende hulp, bezoekjes en ja, gewoon dingen die kapot gaan, vandalisme. Alles zal gewoon veel meer zijn dan andere jaren. Dus staan de partijen zoals GroenLinks en zo in januari gewoon weer te popelen om die cijfers te gebruiken van, hey, kijk eens, we moeten het echt gaan verbieden. En misschien gaan ze daar dan wel aan toegeven ook. Ik zie ze er nog wel voor aan ook. Ik hoop het niet, maar jullie weten dat ik vaak in al die jaren wel een soort van een goed beeld heb gehad van wat er eventueel kan gebeuren. Dat was bij de rotjes, dat was bij de Romeinse kaarsen, dat was bij dat eventuele verbod rondom COVID. Dus ik zou zeggen, geniet er massaal van, nu dat het nog kan. Want voor je het weet is het januari en dan zeggen ze ineens van, jongens, het is verboden. En ja, dan hebben we niet meer kunnen genieten van het, ja, de oude nieuw die we kennen. Er is dus een Nederlandse vuurwerkwinkel net over de grens opgepakt. Die mag ook niet meer verkopen. Dus het is steeds, ja, die winkelier pesten, weet je wel. De handelaar pesten. En we hebben het al afgelopen 2-3 jaar al zo moeilijk gehad. Omdat we geen vuurwerk konden verkopen en kopen. Dus dan denk ik bij mezelf van, waarom doen jullie dit? Dat is puur pesten om die markt zo klein mogelijk te maken. En de BPN laat zich gewoon misbruiken. Dat is gewoon mijn mening. Ik denk dat je niks, je moet nergens aan toegeven. Als jij normaal omgaat met een klein cakeje of met een Tunneking, dan is er geen man overboord. Ook niet met rotjes, want de rotjes zorgen ook niet voor de ellende. Dat zijn de zwaardere nitraten en vlinders uit Polen. Waar mensen nu wel naartoe gaan, omdat daar wel gewoon al het kleinere vuurwerk te koop is. Wat het meest populair was onder de jongeren. Dus ik snap het wel. Als er een vader is met kinderen, die gaat natuurlijk even naar België voor zijn Tunnekings, omdat het 1 goedkoper is en 2 de kinderen vinden het leuk. En 3, je kan dan ook wat zwaarder vuurwerk gelijk meenemen. Hoe makkelijk is dat? Daarom vind ik dat je eerder kan, je moet eerder handhaven dan dat je moet verbieden. Maar helaas denken zij er anders over. De Cool Bastards zijn dus verboden. En dus ook de Trueno Del Rey. Voor de rest niks. Dus voordat er mensen allemaal in de reacties gaan schrijven van wat is er dan nog verder en mogen deze wel. Voor de rest mag gewoon alles en is er niks afgekeurd naar mijn weten.
Mocht dat wel zo zijn, reageer even in deze video mocht jij meer weten. Want dan hebben we er allemaal wat aan. Ik ben super benieuwd of die Catan-screen daadwerkelijk verkocht gaat worden volgende week. Of althans, al over 4 dagen jongens, hoe bizar is dat? Ik denk van wel. Alleen, ja, is het nog een gigantische operatie om al die Trueno, Del Rey en Cool Bastards gewoon nu nog terug te halen. Dus mocht jij een winkelier zijn, succes. En ik hoop dat, dat alle omzetten gewoon door het dak gaan. Zodat jullie de afgelopen jaren goed hebben kunnen inhalen. Iedereen nog een fijne kerst toegewenst, jongens. Geniet ervan. En na de kerst zijn wij terug met vuurwerkshoppen Duitsland, vuurwerkshoppen Nederland, collectievideo en de oud en nieuw compilatie. Hoe ziek is dat? Na 3 jaar weer gewoon een shoppen Duitsland en Nederland. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.